clock starts 10 o'clock, ladies and gentlemen. This is the start for the 25 kilometers UB champion in the Warriors of Horn. Here are the 13 women for the 25 kilometers. Every single ladies and gentlemen. And there are, ladies and gentlemen, this is the start of the 25 kilometers with the women. There are four of them. Thanks to you, the Warriors of Horn. Daar komt hij aan, dames en heren, de zwemmer uit Frankrijk, Axel Remor. The French fans are waving with the flag, the red, white and blue from France. It's Axel Remor here in the lead, in the final street of this 25 kilometers. He is the reigning European champion. He did it in 2014 and he's doing it again in 2016. A very strong way for the man from France, Raymond, here in the beautiful harbor of Horen. Here comes the new Europese kampioen, here in het water. Het is Axel Raymond uit Frankrijk. Een hele sterke race in Frankrijk. En hij komt hier echt op een heel sterk aan de wind. Dames en heren, de nieuwe Europese kampioen, de nieuwe European champion, Axel Raymond. So ladies and gentlemen, it's the runner-up, the second man from this 25 kilometers European Championship in Horn. He's from Italy. It's Matteo Furlan finishing now after his 25 kilometers. He did a very great and strong job here in Horn in this beautiful harbor. Dames en heren, de aankomst van Matteo Furlan, de nummer 2. Hij gaat hier aantikken. Laat u horen voor deze kanjers, dames en heren, Matteo Furlan. De volgende Italiaan gaat hier aantikken en de bronzen medaille opeisen in dit Europees kampioenschap. Hij heeft ook een enorm goede prestatie geleverd hier in Horen. En daar hoort natuurlijk ook gewoon uw applaus bij voor deze man, deze sportman uit Italië. Het is met het nummer 6, ladies and gentlemen, the number 3, Edoardo Staccino. En dan als nummer 5 de Nederlander Marcel Schouten. Laten we het nog maar eens een keer gezegd hebben. Als Schouten hier als 5e aantikt, dan levert hij een enorme prestatie. Een prestatie waar we als Nederlanders trots op kunnen zijn. De number 4 coming up en de number 5. They're coming back here to the harbor, to the finish line. Dames en heren, de nummer 4 in Horen. Hij komt uit Israël en bent hier de laatste mens. Het is de number 4 voor de European Championship. Ladies and gentlemen, Jumal Safra. En dan, dames en heren, we kijken naar hem, naar de beste prestatie die hij ooit geleverd heeft. Hij heeft enorm gestreden hier in Horen. Wij zijn trots op deze man, deze zwemmer van Nederland. Nummer 5, Marcel Schouten. Natuurlijk had ik hier graag op het podium geëindigd. Ik denk ook wel dat ik erin gezeten zou hebben. Enkel, het was aan het einde iets zwaarder dan ik had gehoopt. En ja, dan zwem je 7,5 kilometer eigenlijk alleen en dan is dat toch best lang. Want kun je beschrijven wat voor een gevoel er door je heen gaat af en toe? Dat je denkt van, ben het contact kwijt? Nou ja, het is nog 7,5 kilometer en nou ja, ik voelde aan mijn eigen lichaam al dat net een tandje te hard was. Dus op dat moment dacht ik al van, nou ja, ik laat hem lopen en ik hou mijn eigen tempo aan. En wellicht dat ik hem nog tegenkom in het resterende deel. Nou ja, vervolgens gaat die Israëliër erachteraan. Ik denk, ik ga nog mee.
Voerlan gaat er nog overheen. Toen heb ik meteen al eigenlijk voor mezelf gezegd van, nou, dit moet ik zo laat gaan. En ik hou het bij mijn eigen race. En achteraf is dat denk ik wel een juiste beslissing geweest. Marcel Wouda, kort na de race van Marcel Schouten, hoe kijk je terug op zijn race? Een beetje gemengd. Ik vond het super wat hij heeft gedaan vandaag. Voordat we de race ingingen, hoopten wij op een top 6 positie. En dat heeft hij natuurlijk glansrijk gehaald. Hij werd vijfde op een hele mooie manier. Komt nog heel dicht bij de vierde plek. Alleen, ja, stiekem hoop je toch dat er misschien wel een podiumplek in zit. Want daarvoor zijn we ook op een EK. Maar goed, dat was gewoon net een stapje te ver. Dus ik vond dat hij het super heeft gedaan. Maarten, hoe kijk jij naar zijn prestatie? Ja, heel bijzonder. En als je ook ziet hoe moe hij is en hoe kapot hij is. En 5 uur zwemmen, koud water. Weet je, dan snap ik dat hij nu zich helemaal leeg en helemaal beroerd voelt. Maar voor mij is het echt wel heel goed gedaan. Hier vijfde worden is heel sterk. Na 17,5 kilometer, toen had hij het even zwaar. En je ziet dat hij echt wel moeite heeft met het laatste stuk. Dat was ook bij vorig jaar tijdens Kazan het WK ook een beetje zo. Hè? En als je op zo'n 25 kilometer wil heersen, ja, dat moet je echt wel gewoon vaak gedaan hebben. Moet je ook wel leeftijd misschien ietsje ouder zijn. En ik denk als hij nog een aantal jaren meer ervaring heeft, dan is het podium echt wel haalbaar. Oké, Joost Kuilaert, EK in Hoorn is bijna ten einde. Kijk je terug op dit evenement? Ik denk dat we hier een fantastisch evenement hebben weggezet. Echt een promotie voor het open water zwemmen in Nederland. En ik hoop dat we ook met in ieder geval wat we hier hebben gedaan, dat we in Nederland in ieder geval het open water zwemmen weer opnieuw op de kaart kunnen zetten. Wat was voor jou het hoogtepunt van dit evenement? Dat is denk ik wel het makkelijkste, denk ik, is natuurlijk de 10 kilometer. In zo'n Olympische afstand is natuurlijk een race waar tactiek heel erg bij komt kijken. Dat zagen we nu natuurlijk ook. Jammer van Sharon, maar dat hoort erbij. En natuurlijk fantastisch van Ferry wat hij liet zien. Oké, promotie voor Hoorn Open Water zwemmen en ook voor Nederland promotie. Dus eigenlijk een geslaagd evenement. Absoluut, 100% geslaagd. Bijna iedereen is tevreden vanuit de LEN ook in ieder geval. We horen alleen maar heel veel complimenten. We hebben de zaken zien goed voor elkaar. En we mogen trots zijn wat we hier hebben gedaan. Nou, gefeliciteerd daarmee en we zien elkaar op een ander evenement. Ongetwijfeld.